Lisa Vriens is 10 jaar oud en een echte waterrat. Ze doet 2 keer in de week aan wedstrijdzwemmen en ze voelt zich ondanks haar beperking als een vis in het water. Ik dacht, nou, jij zal vandaag wel je badpak aan hebben, maar je zit hier gewoon in je trainingsbroek. Ja. Waarom kan je niet zwemmen? Omdat ik pas uit het gips ben geopereerd. Ah, want jij hebt een best wel ingewikkelde botziekte, of tenminste de naam is ingewikkeld. Ja. Wat is het? Osteogenesis imperfecta. En de afkorting is OI. Er zit een bepaalde stof, zit dan niet in je botten. Ja. En daardoor breek je makkelijk je benen. Wat vind je nou zo leuk aan het zwemmen? Dat je gewoon vrij bent in het water, dat je alles kunt doen. Zonder dat je denkt dat je iets hebt. Want hoe vaak zwem je in de week? 2 keer wedstrijd zwemmen en dan 1 keer therapie. En wat is dan je lievelingsslag? Borstkou. Waarom? Daar ben je gewoon lekker snel mee. En heb je een beetje een leuke trainer? Ja. Helmoet, hoe doet ze het? Doet het heel goed. Ze is lekker vrij in het water. Iedereen is vrij in het water. Dus ze doet gewoon mee met de rest van de kinderen en gaat supergoed. En hoe is Isa hier terechtgekomen? Isa is hier terechtgekomen, die is doorverwezen door een revalidatiearts. En die had gezegd van nou, ga het eens proberen. Je bent in het water, ben je wat gewichtloos. Dus dan kun je lekker vrij bewegen en plezier laten hebben vooral. Dat is het belangrijkste. Ja, absoluut, absoluut. En heeft ze dat? Ja, dat heeft ze, zeker weten. Ja, is het leuk zwemmen? Ja. Ja? Als er nou andere kinderen misschien wel zitten te denken van ja, ik zou ook wel willen sporten, maar ik zit in een rolstoel, dus ik heb geen idee wat ik zou kunnen doen. Heb jij dan misschien een tip? Zwemmen is een hele leuke sport. Je kunt daar van alles mee doen, nog heb je een beperking. Andere sporten kan ook, maar dan kun je het aanpassen voor je. Dus ga gewoon op sport. Ja, ga gewoon op een sport. Dat is het eigenlijk. Het is heel makkelijk. Ga gewoon op een sport. Wil je daar meer over weten? Ga dan naar de website unieksportenbrabant.nl.